Welkom bij Competenties. Competenties is een programma dat de competentie van de mens behandelt. Als er zijn stressbestendigheid, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en optreden, overtuigingskracht en sociabiliteit. Ik behandel eigenlijk de problemen die mensen met bepaalde competenties hebben. Vandaag heb ik daarvoor uitgenodigd een gast wat een specifiek probleem eigenlijk heeft. Ja, ik kan wel zeggen, ja. Kan jij zelf aangeven waar de kern van dat probleem? Nou, ik heb veel moeite als ik met mensen omga dat ik al snel bot ben naar mensen toe en dat ik dan vrij geïsoleerd kom zitten. Dat is mijn situatie. Nou, ik zit vrij geïsoleerd in mijn vel en ik heb moeite op het moment om contact te maken met diverse mensen. Ja, maar als ik even tot de cel, tot de kern van dat probleem. Ja, je zit als het ware wat gevangen in je eigen wereld. Ik zit helemaal gevangen in mijn eigen wereld en ik wil eigenlijk meer naar buiten treden eigenlijk. Maar is daar, hoe denk je daaraan te ontsnappen? Ja, gewoon, ik denk door bepaalde therapieën waar je dus heel veel over leest tegenwoordig. Dus dat mensen jou kunnen helpen. Met bepaalde therapieën en een bepaalde begeleiding, dat ik toch gewoon beter met mensen om kan gaan, ja. Je zit hier omdat jij 10... 9. Of 10 mensen... vermoord hebt, ja. Ja, ik heb 9, oké. Vrij jonge, of 10 jonge... meisjes, ja. Ja, meisjes. 9 jonge meisjes heb ik heel jong, vermoord. Eigenlijk bloeiende... Ja. Jij bent dan Daar kan ik ook niet omheen. Van die bloeiende... Nee, ja, ik kan daar ook niet omheen. Dat is gewoon een feit. Ik heb 9 meisjes die heb ik vermoord. Ja, daar ben ik ook niet trots op. Dat is niet mis. Ik ben daar niet trots op. Nee. Ja, ik bedoel, jij zegt zelf een aantal keer nu, begrijp ik dat... want... Ja, ik bedoel, 10e slachtoffer wordt in een ziekenhuis opgenomen... Je bent op heterdaad betrapt. Tijdens het ritueel ben ik betrapt. Ja. Zo'n meisje mist een lever. Ja, dat is niet door mij toedoen. Dat is toch bizar. Zij zou die lever misschien... je weet het niet, maar die jonge meisjes die hebben die lever er zelf uitgehaald. Ik zou het niet... Ik zeg maar iets geks hoor. Dat zou kunnen, hè? Dus dat ze dus, weet ik, want die doen ook rare spelletjes hoor. Die zijn dan 14, 15 jaar, die lopen daar in die mini-rokjes rond. Ja, jij denkt zonder lever red je het nog wel even. Ook dat is 1. En als ik dat gedaan zou hebben, hè, want dat is dus niet bewezen, hè, dat is 1. 2, als ik dat niet zou hebben gedaan, dan hebben ze die lever misschien bij elkaar eruit gehaald. Gewoon, s'avonds op slaapkamer, dat ze naar popmuziek luisteren. Dat zou kunnen. Dat ze dan zeggen van, doktertje, levertje. Hè? Ja. Doktertje, levertje. Dat is een heel onschuldig spelletje, wat dan ook begint met voodoo, weet ik het. En dat het daardoor is gekomen, want ik heb alleen maar geknepen. Ik heb alleen maar geknepen. Ik kan me niet herinneren geknepen. Ik heb gewoon geknepen. Je mist natuurlijk zelf de ervaring. Je weet niks. Je weet er niks van. Dat is het probleem. Ja, maar daar zeg ik nou goed. Dat is precies het probleem. Je weet niet waar. Je weet van het voedsel. Weet je waar een lever zit? Dus daar begin je mee. Je weet. Je hebt natuurlijk geen opleiding gehad. Je hebt geen anatomie. Dat is het enige wat je herkent. Een hart, je denkt aan een maar dat is niet... Zo werkt dat natuurlijk niet uit. Dus je weet, je probeert dat op orde te brengen. Je probeert eigenlijk in je moordende patronen orde te brengen... die zich eigenlijk weer spiegelt in de anatomie van de mens. Zo heb ik dat gelezen. Later. Dat is feitelijk de verantwoording, de filosofische verantwoording. Dat is de drang, dat is wat er gebeurt. Maar op dat het moment had jij daar geen niks, besef. Je weet niks, je hebt geen anatomielessen, zoals ik al zei. Je weet niks waar niks zit, je snijdt maar bij wijze van spreken dacht je dat de lever op een stuk worst leek. Op een leverworst. Nee, want ik wist lever natuurlijk van het eten, van de varkenslever. Dat eten wij van vroeger uit thuis. Eten we altijd lever. Koeienlever, varkenslever. Dus ik weet hoe de lever eruit ziet. Kijk, een hart, dat eten wij niet. Dat geven we aan de hond. We hebben nooit een hond gehad. Nee. Dus ik weet van de rest weet ik niks af. Ik weet dat een darm lang is. Dus dat trekt er dan uit. Ja. En vice versa. Ja. En zo probeer je natuurlijk orde te scheppen in je leven. Orde. Jij hebt in het verleden geopereerd in Duitsland. Ja, ik heb geopereerd in Duitsland. Ja, wij moesten op een gegeven moment
allemaal naar Duitsland. Dat was gewoon de tijd. Waar, in de oorlog, was jij gestationeerd in... Was ik gestationeerd met een groep anderen, maar je was overgeleverd aan jezelf. Ja, ja, in Leverkusen. In Leverkusen, ja. Ja, en jij leverde goederen aan? Aan Darmstadt. Nou ja, ja dan ja. Vraag je erom, hè. Ja. Dat weet jij ook wel. En daar komt jouw isolement vandaan? Daar komt mijn isolement vandaan. Feitelijk ben jij... Oorlogsslachtoffer. Zeg je gewoon. Ja. Ja. In feite komt het daar vandaan, ja.